Hey, goedemorgen. Je hebt hard gelopen, hè? Ja. Ja. Dan vertellen we nog niet wat voor bedrag jullie gaan doen, maar waarom hebben jullie het gedaan? Omdat er was een lege hok en we wouden graag dat er een nieuw dier in kwam. En dan moest het beest in? Ja. En wat gaat erin komen, denk je? Een beer. Nou, we gaan het zien. Maar nu is het weer mooi weer en er zijn er allemaal weer heel veel kinderen. We zijn er ontzettend blij mee en de dieren ook trouwens. Dus jullie zijn van harte welkom. We gaan binnen kijken. Hier, het dan. Nou jongens, het grappig is dat wij in onze klas hebben wij een hele research gedaan naar beren. En ook naar de brilbeer. En je kan ze dan in de bomen zien. Maar ook wij zorgen dan dat ze daar niet in kunnen zien. Ja! En hij houdt van bomen. Houdt van klimmen. Ja, er komen allemaal bomen in het verblijf. Oh echt? Gaan we plaatsen. Allemaal klimbomen gaan ze erin zetten. Zodat de beren ook echt kunnen klimmen inderdaad. Zullen we daar eerst even stop maken? Ja, dat is de kaart hoor. Hoe zit dat? Wat we hadden gedaan. Van welke school komen wij? De Montigny. En wat komen wij hier doen? Een check overhandigen. Een check? En een grote check of een kleine check? Een grote. En waarvoor komen wij deze check brengen? Voor het berenverblijf. Voor het berenverblijf. Mogen we je Astrid noemen? Ja, absoluut. Ja. Astrid, ja. Zou jij de check willen onthullen? Ja, dat wil ik heel graag. Er zit heel veel geld onder deze check. Ik vind het spannend. Nou, spannend. Laat hem maar zien. Jeetje. Aldrik, hoeveel geld hebben we opgehaald? 4.048 euro en 11 cent. Wauw. 11 cent. Is dat veel? Dat is ongelooflijk veel. Ja? Dat is superveel. Kan de dierentuin daar iets mee? Ja, daar kunnen we zeker wat mee. Daar hebben jullie net gezien. Hier, ik krijg applaus van de publiek. Ja, dat mag wel even. Ja, dat zijn echt toppers hier. Want wat hadden jullie ook allemaal mee gedaan? Een sponsorloop had ik gehoord. Wat dan meer? Ze duur gaan en... Flessen. Flessen. Ja. Flessen ook nog. En wat zouden we heel graag willen waar deze check naartoe ging? Naar het berenverblijf. Naar het dierenverblijf van de beren. Nou, dat komt goed uit, want daar zijn we precies aan het verbouwen. Dat is leuk, hè? Daar komen nou, geef die brilberen maar aan, in. Aan Astrid. Nou, ik ben er ontzettend blij mee. En vooral de dieren zijn er ontzettend blij mee. En onze dierverzorgers natuurlijk. Dus ontzettend veel dank aan jullie en al je klasgenoten, want er hebben volgens mij heel veel kinderen mee gedaan, hè? 100! 100 kinderen hebben meegedaan. 100 kinderen hebben zich helemaal 2 weken lang suf gerend. Je bent wel even sprakeloos zeker. Ja, dat is natuurlijk een enorm bedrag. Dat hadden we niet verwacht. Dat de kinderen zo ontzettend veel hebben opgehaald, dat is super fantastisch. Gebeurt dat vaker? Nou, we mogen heel blij zijn. Er zijn echt best wel veel mensen die initiatieven hebben genomen. Dus de afgelopen tijd hebben we gelukkig een aantal hele mooie donaties in ontvangst mogen nemen. Van allerlei verschillende mensen en kinderen. Dus daar zijn we super blij mee. Dankjewel.